Dank u wel. Dames, mag ik uw aandacht voor Klaas Smit voor het stadsbord. En we zijn weg over 46 ronden. Een hele fijne en prettige wedstrijd namens de organisatie. Ja, zoals ik al zei, dames en heren, dus 50 kilometer, 46 ronden. Prachtig mooi prijzenschema. Ja, ja. En ze heeft het nog steeds voor elkaar. Marije Joling op nu ongeveer een 100 meter. En dit is de eerste doorkomst van het drie ronde klassement. Ter beschikking stelt. De ronde wordt op 25 op dit moment. We zijn vertrokken en de ronde wordt op 46. Anoushka Koster op kop van de groep hier in Usquert. En dat is een dame die heeft zich de afgelopen weken laten. Dat is een premie, dames en heren. Volgende doorkomst, premie te vergeven hier op de streep. Premie sprint bij de volgende doorkomst. Bij de dames zijn dat 6 series van 6. Dus de eerste 6. Ja, toch een 150 meter, maar dat komt toch met rassenschreden dichterbij. De uitslag van de premiesprint is nog niet bekend. Zodra we die hebben, gaan we die melden. En het wordt een lang recht lint. Laatste ronde hier in Usquert. Wie heeft de sterkste benen? Gaan we nog een ontsnappingsvogel zien of laten we nog een sprint daar komen? Het is een hele mooie lange rechte weg voor de sprint. Maar we gaan het zien, zo dadelijk onder de ronde van Usquert. Ja, 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 het is de nummer 13. Anoushka Koster. Anoushka Koster schrijft rondom de bult van Usquert op haar naam. 23 augustus 2014. Anoushka Koster wint de wielerwedstrijd rondom de bult van Usquert. Deze prachtige zonnige dag met een draaiende molen, flitsende camera's. 50 kilometer hebben we gereden hier in Nederland. Ik ben een prima applaus voor u. Kijk, Stefan Staak, dames en heren, ook hij verdient een applaus. Hier in de stuk. Onze tweede plaats, dames en heren, Huslouder, Ilona Hoekstra. De vier mogen bloemen. Nationaal coach is met verder. Nee, mooie cel, mevrouw. Mooie blauwe cel. Iets de deur van de organisatie lijkt me zo. En dan op die eerste plaats. Daar staat nummer 13. En dat zijn gelukkig Hedron X uit de Westerling. Uw applaus voor de dame in het zwart, Anoushka Koster. Alleen de voorzitter niet gezien. De voorzitter van de jury gaat het niet. Die was het daar. Zo. En een hele mooie beker. Van
tegenopspraak namens de organisatie. Dames en heren, nogmaals, een applaus. Anoushka Kors op de eerste plaats, Ilona Hoekstra op de tweede en Marijn Jongens op de derde plaats. In de tussen. Ik ga ervoor zitten. Zo vaak heb ik het niet. Ik heb het niet. Meneer Wilder, aan u het woord. Nou jongens, ik wens jullie veel succes en een hele prettige rit. Ik ga nu het startschot ga ik doen. Yeah. Ja, en we zijn weg. We gaan 4 en 7 ronden rijden op grote snelheid hier in Utrecht. Meneer Wilder, dank u wel. Goedendag. En we daar in ieder geval geen misgestanden meer over. En kijk u gerust samen met de vele toeschouwers naar de wedstrijd hier in Utrecht. Kunnen ze niet krijgen. Afstand kunnen ze niet krijgen, want het is nog maar een 100 meter. In het kielzorg, Melvin, Boskamp, niet meer op kop van deze groep. Heeft zich iets af laten zakken. Op dit moment nummer 16, Lars Horring, de man uit Valten. Van het Team Park Hotel Valkenburg Cycling. Hoofdsponsor Rabobank hier bij de bult van Utrecht. De vlag gaat omhoog, dat wil zeggen dat de voorrijhoud in aantocht is. De voorrijhoud is in aantocht en dan gaan we afstand nemen, want dan gaat het hard. Het gaat om de premies, het gaat om de premies. 9 stukken in totaal zijn er hier te verdelen op de meet. En we hebben een koproep, we hebben een koproep die zich afscheidt van het peloton. We gaan tellen, 1, 2, 3, 4, 5 man. Op kop van de wedstrijd, daarachter een eenling. En die eenling is niemand minder dan Niels Potsen. En dan op een meter of 50, het peloton in een lang recht lint hier in het club. Getekend en dan ga je even naar Uskut. Ik zei heel snel in de koers van, hij kwam, hij zag en hij overwon. Nou, dat was zeker niet. De jongens in de kopgroep rijden ook echt hard en de amateurs zitten een heel hoog niveau.
Maar ja, we doen ons best en dan dat is leuk als het lukt. Ja, jullie waren al vrij snel weg met een mannetje op vijf. Was toen echt al onderling wat afspraken gemaakt van jongen, we gaan zo hard mogelijk en willen de peloton inhalen en dan zien we wel waar het strandt? Ja, precies. Als we met vijf man zo'n mooie groep, dan is het gewoon een kwestie van rijden en proberen weg te blijven en dan op het laatst de boel verdelen. En dat lukte goed. Hoe voel je je vandaag? Ja, berensterk natuurlijk, want je rijdt heel snel weg. En terwijl je dus eigenlijk alweer in het peloton zit, ga je dan weer flink lopen sleuren? Ja, weet je, ik had gewoon zin om even leuk een beetje te sporten en met vrienden hier een beetje rond te rijden. En dan is het toch ook leuk voor de organisatie dat je gewoon goed je best doet. Ja, je kwam vrij laat op de starterslijst, hè? Ja, ik hoorde van mijn broer dat hij was, dus ik dacht ik ga gewoon mee. Gewoon lekker leuk meedoen. Ja, je wint in Uskut. Het zal waarschijnlijk dan niet de laatste keer zijn dat je komt, want adel verplicht zeggen ze dan altijd. Wat ga je hierna doen? Valencia Tour hebben we nog in Valencia, meerdaagse, vier dagen nationale koers en een Panas in België en prijs Boersjes. Dat was ook in Frankrijk 1.1 koers, dus we hebben nog genoeg te doen dit seizoen. Hoe zie je eigen toekomst, Bert? Ja, profcontract, Belkin, niet de minste natuurlijk, je hebt het koud, ik snap het. Wat gaat er allemaal gebeuren, waar gaat er door je heen? Ja, ik heb 2 jaar eerder op wildtourniveau gereden. Ik weet een beetje wat het is. Ik hoop dat ik mijn prof bestaan nieuw leven in kan blazen. En dat ik kan laten zien wat ik waard ben. Ik heb het laatste jaar heel veel pech gehad. En ik wil het nu gewoon overdoen en laten zien wat ik kan. Klaas Meert, jullie krijgen, mag ik wel zeggen, bij deze rondom de bult in Uskut twee fantastische winnaars. Dat ben ik helemaal met je eens. Bij de dames Anouska Koster. Nou, dat is eentje die dus ook internationale wedstrijden rijdt. Dus hartstikke mooi dat die hier ook komt. Mooi op onze lijst van de terugblik over de afgelopen jaren. Dus uitstekende winnaar. Nou, en bij de heren heb je een top 5. Maar even tot de winnaar. Nou, dat zag ik eigenlijk na de eerste 5 rondjes. De Lindeman die maakt hier zo'n goede indruk. Dus vroeg iedereen aan mij, wat denk je, wie wint vandaag? Nou, ik zeg, ik durf mijn geld er wel op te zetten. Ik heb niet zoveel. Dus ik denk dat Lindeman, die wordt vast en zeker de eerste. Nou, in 3 ronden voor het einde zag je hem al. En dus duidelijk. Nou, en toen gecontroleerd reed hij de laatste rondjes uit. En dus een hele mooie naam weer op de lijst van winnaars. We hebben altijd sterke winnaars hier in Uskut. Dus nou, volgend jaar dan kun je zeggen, vorig jaar won Lindeman en die is nou prof bij enzovoort enzovoort. Dus hartstikke fantastisch dat we zo'n winnaar hebben in Uskut. Maar jullie zitten niet stil, want er komt nog meer aan, hè? Inderdaad, er komt nog meer aan. Er is een nieuw voor ons. Op een gegeven moment was de landelijke finale van de clubcompetitie aan de orde. En die zou, de afgelopen 3 jaar was dat in Emmelo en omgeving. Nou, die wilde kon dat niet meer voor elkaar krijgen. Dus met andere woorden, de KNWU zocht een nieuw slachtoffer, tussen aanhalingstekens. Nou, die hadden ze gevonden in Noord-Holland, dachten ze. Maar die zeiden, ja nee, we hebben daarvoor het geld niet. En zo korte termijn lukte ons niet. Toen was er nog een gegarandeerd in Zeeland. Maar die zei ook, ja, voor het laatste moment, we willen wel, maar dit jaar nog niet. En toen zei dus met name de Noordelijke Wielenvereniging Groningen, oh, we kunnen Uskut wel eens even polsen of die dat ziet zitten. Nou, dat is in februari, maart gebeurd. Wij hebben toen ja gezegd, of A gezegd. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus wij zijn daar voortvarend mee bezig. Aanstaande dinsdag hebben we met de Noordelijke Wielenvereniging weer een vergadering om de puntjes op de i te zetten. Maar ik heb het volste vertrouwen in dat ook dat in Uskut gaat lukken. Zijn dus op 13, 14 september 180 renners, de beste clubamateurs van Nederland. En die strijden dan om de nationale titel. Dat begint dan op zaterdag met een individuele tijdrit, gevolgd 's middags door een criterium. En dan de volgende dag ploegentijdrit en dan een omloop van 120 kilometer. En dan s'avonds om 5, 6 uur, dan moet bekend zijn welke ploeg dus kampioen van Nederland is geworden.